Dat ze weg moeten op de plek waar ze nu zitten, dat weten ze al een tijdje bij zelfoogstboerderij Wortels in Ulvenhout. Maar na jaren om aandacht vragen en samen zoeken naar een nieuwe locatie voor deze akker, waar mensen samen hun groenten verbouwen, is er nog geen zicht op een alternatieve locatie. En dat terwijl de tijd begint te dringen. Want zo lang hebben de vrijwilligers niet meer op de huidige locatie. Tot eind december. Dan moeten we eigenlijk weg. Dan moet alles van het land af gerooid. En in principe komt dan de graafmachine erin. Ik weet niet precies, dan wordt de natuur gemaakt. En jullie zijn ook natuur, toch? Ja, dit is een veel betere natuur dan natuurlijk grasland. Nee, maar het is echt, er komt grasland met kruidenrijk grasland, noemen ze het. Dat is op zich redelijk schraal. Dat is gras met een beetje kruiden, een paar bomen. Het wordt in principe wel toegankelijker voor het publiek, geloof ik, dat daar mensen ook mogen lopen. Maar het doet zoveel minder voor de dieren, voor de vogels, voor de bijen, voor de waterstand, voor alles dan dat deze tuin doet. Deze tuin geeft veel meer. Grond is nu eenmaal schaars, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen opties zijn. Volgens Wortels komen twee stukken grond in aanmerking. Maar is het wachten op afstemming tussen de partijen die erover gaan? Nou, de gemeente en de provincie en de waterschap, dat zijn eigenlijk degenen die ons moeten helpen. En nu is er heel veel onderlinge onduidelijkheid. En volgens mij, als zij met z'n drieën gaan samenwerken en willen dat dit kan, is het zo gedaan. Maar ze moeten met elkaar samenwerken en ons zo'n duurzaam initiatief helpen om dat te gaan doen. Dus het is inderdaad de gemeente, provincie en de waterschappen. Ondertussen komt het einde van het jaar steeds dichterbij. Vandaar dat de vrijwilligers een brandbrief hebben gestuurd met een duidelijke oproep. Nou, ik zou willen zeggen, ik geloof wel dat u uw best doet, maar ik zou heel graag willen dat jullie samenwerken en dat jullie proberen om zo'n goed initiatief een enorm impuls te geven en om een plek en om een ruimte te maken zodat dat door kan gaan en dat dat misschien groter kan worden. Dat er gewoon meer van dit soort mooie voedselvoorzieningen zijn. En als je ziet hoeveel vrijwilligers hier werken. Dus ook, het heeft een hele sociale functie.